tablet kunt u de etsen scannen. Oké. En daar waardoor u veel informatie over de betreffende ets kunt krijgen. Ja. Ik doe dat eventjes voor. Ja, dat scannen, dat wil ik wel even zien. We lopen naar een ets toe en het is eigenlijk heel simpel. Je houdt de tablet voor de ets en er komt een verhaal. Dit is een ets over de vlucht naar Egypte en je kunt heel dichtbij, kun je Maria op dat ezeltje zien zitten. Oh, mooi, dus dat hoor. Zijn, we hebben hier meer dan 100 etsen en bij alle etsen is zo'n verhaal. De ene keer wat uitgebreider en de andere keer wat, een wat kleiner verhaal. Er is ook een speciale rondleiding voor kinderen. Oh, die is, dat gaat over wat minder etsen en dan kinderen gaan vooral op zoek naar de valsheid en de echtheid van etsen. Want er zijn vaak discussies over. En er zitten ook spelletjes in voor kinderen. Het is een samenwerkingsproject tussen 5 musea rondom de etsen van de verzamelaar Jaap Mulders. En voor deze wat kleinere musea is dat de enige manier om zo'n bijzondere collectie te laten zien aan een breed publiek. Bij een aantal etsen heb je een gesproken verhaal. Dat vertelt de verzamelaar. Er is geen twijfel welk fameus echtpaar hier wordt afgebeeld. Als de appel in de hand van Eva al niet genoeg vertelt, dan geldt het wel voor de slang in de boom. Mensen komen aan en er zijn hier gastvrouwen die van alles weten over de werking van de tablets. Die geven uitleg en daarna ga je zelf aan de slag. Als je er niet uitkomt, dan kun je altijd terug om weer te vragen. Maar het is ontzettend gebruiksvriendelijk. Ons publiek is toch vaak 50 plus. Sommige mensen hebben koudwatervrees met de tablets. En die kunnen een waaier lenen waarin ook informatie staat. Is dus veel minder informatie. En vaak komen mensen halverwege terug. Hebben zij anderen gezien en zeggen, we willen het toch proberen. En na afloop is eigenlijk iedereen heel positief over de tablet. Omdat je zo ontzettend veel te weten kunt komen. En verhalen krijgt achter de etsen die op zich al bijzonder zijn. Het is een manier om jonge mensen ook in het museum te krijgen. Er is een speciale kinderrondleiding, zodat ze, hier zijn 100 etsen, de kinderen die lopen langs 10 etsen. Er zitten ook wat spelletjes in. En jongere mensen zijn natuurlijk vaak heel handig met tablets, hè. Dit is hun generatie. En is voor hen ook leuk om niet droog langs een ets te wandelen, maar op een speelse manier toch heel veel informatie tot je te krijgen en dingen van dichtbij te kunnen zien. Ik denk dat het een goede manier is om inderdaad ook scholen en gezinnen naar het museum te laten komen. De toegangsprijs voor volwassenen is €3,50. Kinderen tot 12 jaar zijn gratis en tot 18 jaar is €2,80. En dat geldt ook voor mensen met een 65-plus pas. Museumjaarkaart is vanzelfsprekend gratis. En wij zijn open van dinsdag tot en met zondag tussen 11 en 5 uur. De expositie loopt nog tot 23 februari 2014.